de nodige uurtjes bezig geweest. Maar het is ja, hobby, je weet het. Het is een beetje uit de hand gelopen hobby, maar het blijft elke keer leuk. Het is de moeite waard als ik het zo hoor. Ja, altijd toch. Dus, elke keer weer heb ik het idee van ik wil op mijn hoogtepunt wil ik stoppen. En elk seizoen is het weer een hoogtepunt. Andere kant, als het daarna maar weer begint, gaat het bloed weer kriebelen, krijg weer koorts. En eigenlijk begin ik altijd net even te laat om er weer mooi op tijd alles af te hebben. Dus ben ik op de laatste dag nog bezig en ook tijdens het toernooi met het aankleden van zowel mijn pak als mijn motor. Maar in de loop der jaren een beetje ervaring opgedaan en ik ben nou, ik weet nou wat, het kost nog steeds een hoop tijd, maar ik ben wat minder lang aan het nadenken over het idee wat ik wil. Dus, maar ik geloof dat ik bijna klaar ben voor nu. Maar wat is Oranje nou voor jou, het Nederlands elftal? Nederlands elftal, dat is voor mij één keer in de twee jaar gewoon helemaal gek doen. En even echt helemaal uit mijn koken gaan. Even lekker los. Maar om de mensen te vermaken dus? Ja, dat is eigenlijk door hetgeen wat er 14 jaar geleden gebeurd is. Hoe dat is gegaan, is dat eigenlijk de motor van alles. Het voetbal vind ik geweldig, gaat het niet om. Zeker alle wedstrijden van Nederland probeer ik wel te kijken. Maar het is niet zo dat ik voor elke wedstrijd thuis blijf. Ik kijk wel tijdens de toernooien, maar niet oefenwedstrijden en dergelijke. Het is leuk en ik luister ernaar. Maar ik heb ook wel andere dingen te doen. En het oranje Jopie gebeuren, ja, dat is eigenlijk puur en alleen voor de lach op de gezichten. En geloof me, daar krijg je het wel van. Dat is zo ontzettend leuk. Mensen gaan zulke rare dingen doen om je maar te laten zien dat ze het leuk vinden. Door, ja, echt klemrijden, foto maken, gewoon de meest mooie vrouwen. Weet ik veel, hele groepen, alles en iedereen moet met je op de foto. En al die lachende gezichten, dat is voor mij, ik zeg van ja, dat is, ja, daar doe ik het voor en dat, ja. Maar wat is dan je hoogtepunt als je het zo bekijkt? Mijn hoogtepunt? Oei. Ja, dat zijn er te veel om op te noemen. Het zijn er gewoon te veel, maar mijn allermooiste wat ik zeg van ja, dat zal ik mijn leven lang niet meer vergeten. Ja, nogmaals, het is te veel. Ik denk Basel 2008. Dat was wel zo geweldig. Daar ben ik toegegaan, auto totaal losgereden. En hoe noem je dat? Uiteindelijk met een ander autootje er toch nog doorgegaan. En daar zo een geweldig weekend gehad. En kaartjes gekregen voor de wedstrijd. Helaas een verloren wedstrijd. Maar nou, dat is wel een van de vele hoogtepunten. En de weef op de tramhalte, dat was zo geweldig. Dus in 1998 was dat al. Nou, ik stond op de tramhalte bij het oude IJsstadion. En in mijn rode Peugeot een beetje versierd. En er stond een groepje mensen stond er op de tramhalte te wachten. En ze zien mij met mijn auto aankomen en ze beginnen spontaan te joelen en de weef te doen terwijl ik gewoon op het stoplicht sta te wachten. Ja. Ja, dat was kippenvel. Echt, dat was zo ontzettend mooi. En dan zeg ik, ja, zo zijn er vele hoogtepunten. Eigenlijk heb je elke seizoen wel een hoogtepunt. Ook dieptepunten trouwens hoor, want het is me ook wel eens gebeurd dat ik klemgereden ben op de snelweg. Gewoon door een van iemand die mij het leuk vond om mij even stil te zetten. Ja goed, en ik ga geen risico's nemen, dus ik zet hem even stil en als ze praten wil, dan komt hij met zijn auto uit. Nou ja, dat gebeurde dan niet en uiteindelijk zijn we allebei weer verder gereden. Die dingen gebeuren ook. Of soms bijna vallen, weet je wel. Op je klompjes en dan toch overeind blijven. Want reken maar, dat wordt gefilmd en dan sta je op YouTube. Kijk, dat willen we voorkomen, dat soort dingen natuurlijk. Maar nu volgen wij al een tijdje. Al jaren eigenlijk. Vanaf het begin. Met WK's en WK's. Ja, vanaf het begin. Is er verder een beetje aandacht voor? Wat zeg je? Word je verder een beetje gevolgd? Wat zeg je? Kijk jij geen media? Ik wist niet wat er gebeurt. Wat is het? De Nederland speelde tegen Brazilië, geloof ik. Ik sta in het Museumplein, want ik werd uitgenodigd door de ARD om daar naartoe te komen en voor een reportage. Ik sta te wachten, ook daar weer te wachten voor het stoplicht naast een tramhalte. De tram stapt uit en al die mensen komen die tram uit en die hele tram begint die Jodajopie op het Museumplein. Ik wist niet wat me overkwam. Ik kreeg even later een sms'je van een hele goede vriend van me. Joop, je bent wereldnieuws. Ja, volgens SBS6 stond ik op de hele tekst. Nou, dan wist iedereen die Oranje Jopie was. Nou, vanaf dat moment is het helemaal losgegaan. Vanavond beginnen we. Nederland zelf tegen Denemarken. En dan verder? Een beetje vertrouwen in? Ja, wat wordt de finale? Zeker finale. Ja, natuurlijk wel. Het zal niet meevallen. Dus we hebben een paar zware tegenstanders. En uiteindelijk zal we Duitsland misschien nog wel een keer tegenkomen. Ik hoop het. Maar, nee, dat komt wel goed. We moeten het doen. Als het een keer moet, dan moeten we het nou doen. Ja, 2 jaar terug is, ik wil het er niet meer over hebben. Het was een hele vervelende dag uiteindelijk. Een mooie dag, maar een heel vervelend eind. Maar een tweede plaats was zeker op zijn plek. Eerlijk is eerlijk. En we gaan nou voor de eerste. Of finale tegen Spanje, of de finale tegen Duitsland.